En ik kijk haar aan. En op een gegeven moment, we gingen landen op Ibiza. We zaten allemaal met bekenden in het toestel. Echt bekenden allemaal, vrienden. En we kregen ineens, we gingen dalen. We waren bijna bij het water. Bij de, ja, gewoon bij de landingsbaan. Ja. En we gingen ineens direct omhoog, joh. Ik heb haast. Ik heb sowieso vliegangst. Zij was blij dat zij niet naast mij zat. En ik zie haar uit paniek. Helemaal make-up, kwast en lipliner. En ze keek in dat spiegeltje naar mij. Maar ze durfde haar hoofd niet om te draaien. Dag mijn Joëlletje. Ben je er weer gezellig? Ja, ik ben er weer. Gezellig, mop. Kom lekker naar boven. Ja. Mamselie. Is een jolly, hoe is het met je? Ja, met mij je gaat goed. Je kat kwaad uitgehaald? Nee, helemaal niet. Nee, jij denkt echt zo erg over mij. Ja, ken je. Je bent mijn kind. Ik ben elke dag met je. Jij kidnapt mij, ja? Jij vertelt niet alles. Nou. So bring it on. Jij hebt mij gisteren gewoon gechanteerd, weet je dat? Is dat zo? Ja. Nou, moet je dat niet opvatten. En we zitten helemaal in de kerstsfeer, hè? Kaarsjes erbij. Ja, hoe gezellig. Wat leuk, die mag twee lege flesjes met mooie, mooie kleuren. Ja. Dat zou jij niet doen. Dat ja. staat, dat vind jij dat is mooi? Het enige wat bij mij niet staat, nee. Echt. En het matcht nu ook niet echt met wat je aan hebt. Misschien wel met je haar, maar niet echt met... Nou, mijn haar, ik heb net door de regen gelopen. Het is net een plumo nu. Ja, ja, ik ben het niet gewend. Het is wat het is. Nee. Daar kan Polen niet tegen. Nee, zeker niet. Ja. Oh, goshie. Nou, en hoe is het met jou? Nou ja, ik had laatst had ik een dinertje met wat vrienden. En zij komt uit Parijs, woont in Londen. Ja. En ze zegt, Estelle, weet je wat? We gaan gezellig eten, join us. Vrienden van mij uit Parijs komen ook. En de ene van hen is een chirurg, plastisch chirurg. Een van de beste uit Parijs. Oh. Ik denk, nou, ik zat al helemaal zo. Ik stond helemaal klaar. Ik ga mee. Ja. En op een gegeven moment, ik zit daar. En hij was gewoon een man die met zijn vrouw. En nou ja, nog een andere vriendin van me. En Cathy. En op een gegeven moment, die man zit naast me. Ik denk, nou, ik pak mijn kans. Ik ga gewoon eens even vragen. Wat denk jij? Hoeveel knijpers in mijn nek heb ik nodig? Ja. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Dus ik ga dus beginnen een beetje gesprek. Van denk je van, zou een facelift al van toepassing zijn? Of denk je dat ik wat anders moet gaan doen? Ja. En dat lage of dat kleine voorhoofdje van me. Want mijn haargrens begint al ergens bij mijn wenkbrauw. Dat is niet normaal. Misschien kan ik daar wat aan doen. En die, zo'n Bella Hadid heeft toch zo'n wenkbrauwlift gedaan. Ga je even in haar kijken? Ja, ik vind haar beeld zo. Nee, ik niet. Ja. Ik vind haar zo eng. Ik vind het een alien. Ik wel. Okay. Ik vind het gewoon, zij is echt gewoon wel opgeknapt. Ze hebben het goed gedaan bij haar. Dus op een gegeven moment, ik zeg, nou zou mij dat ook staan? Nou, en op een gegeven moment, ik zie die man een beetje raar naar me kijken. Ik denk, ik voelde me gewoon een beetje ongemakkelijker. Op een gegeven moment begon ik maar een beetje over zijn vrouw. Nou ja, en over huis en zo, zat die man in het marmer. Was het helemaal geen plastisch chirurg. Nee, ik schaamde me. Ik begon zo te lachen op een gegeven moment. Maar ook omdat hij is natuurlijk een Fransman. Ja. Die niet zo heel goed Engels sprak. Vond ik al een beetje raar voor een arts. Voor een arts. Maar ik dacht, weet je wat? Het is een wat oudere man. Ik denk, die heeft zijn vlieguren er wel op zitten. Ja, waarom zou die ook heel goed Engels moeten kunnen praten? Dus ik dacht, ik geloofde dat. Was het totaal verkeerde man waar ik mijn hele hart aan hij heb uitgestort. Of zal ik dat doen? Denk je dat? Zal ik dit? Ik wilde bijna nog een rib weghalen ook. Oh, die man. Ja, want je kan tegenwoordig ook buikspieren laten zetten. Nou, was dat gevaarlijk? Was dat niet gevaarlijk? Je hebt die man helemaal moet ik dat gemaakt. Wel doen? Zal ik dat niet doen? Of moet je daarvoor trainen? Nou ja, anyway, het was een kleine, gênante, maar een leuke verschutting. Ja, maar hij kon er wel om lachen, of dat niet? Ik bedoel, ik zou in de deuk vliegen. Ik heb niet toegegeven dat ik dacht dat hij een plastisch chirurg was. Dat heb ik daarna wel zeg maar tegen mijn vriendin gezegd. En toen kwamen echt... Ja, toen begonnen gewoon alleen tranen. Maar tranen over mijn wangen. Ja. Van oh, het lachen. Gosh. Want dat is gewoon, het is natuurlijk gewoon een blunder. Oh. Ja, dacht maar echt... ik ben blij dat hij niet een Nederlands sprak. Want dat dan was het echt wel gênant. Ja, dat was gênant. Ja, dus dat, dat gebeurt mij wel eens vaker. Ja. Dus dat was dat. Had ze eigenlijk ook wel beter kunnen informeren dat hij in de marmer zat? Ja, maar je zit daar aan tafel, muziekje, gezellig. Je bestelt ondertussen wat eten, een flesje wijn erbij. Ja, het is niet zo dat ik echt... Ja, ik ken die mensen niet. Dus dat was gewoon een beetje... Ik had er wel willen zitten. Ja, dat weet ik. Want je houdt ervan als bij mij... Want je weet dat dat bij mij vaak genoeg gebeurt. Oh, ik hou gewoon van dat soort humor. Dat iemand gewoon echt verschut staat. Sorry, dat is zo erg. Hij zag er ook niet echt uit als een soort van plastisch chirurg. En toen keek ik ook naar zijn vrouw. Toen dacht ik, nou, die heeft volgens mij ook niks gedaan. Dus een beetje... ik denk, ik weet niet of ik daar nou moet goed zitten. Maar je hebt toch wel eens Never Get High of Your Own Supply. Ik denk, het zou... Misschien houdt ze wel van naturel. Ja.
Meestal, dat... als je getrouwd bent met een plastisch chirurg, dan doen ze zelf niets. Of een tandarts, dan hebben ze toch... Weet je wat het... Ik snap wat je bedoelt. Toch? Ja, maar... misschien alleen de mensen waar ik, die ik ken. Dat denk ik wel. Ah, ja. Maar... nou, anyway, dus dat was dat. Eigenlijk vond ik wel een leuk verhaal. Ik vond het wel een goed verhaal. Het is je in ieder geval bijgebleven. En zeker, ja. Zeker. Okay. Maar ik had al een keer eerder dat ik, zeg maar, in Nederland... Mm-hmm. Er was een vriendin van mij, die had, die had daar, zeg maar, de gezichten en mini facelift laten doen. Oké. Okay. Ik dacht, nou, weet je wat, ik ging met hem mee. Ik zeg, nou, denk jij dit niet... Ik zeg, zou ik niet een halve... Dus hij kijkt me aan. Nederlander, hè? Ja. Nou, jij kan wel een hele gebruiken. Ik had geen leuke dag. Ik had geen leuke dag, kan ik je vertellen. Oh my god, nee. Heeft hij dat gezegd? Ja. Nah, dat is niet lief. Dat is niet lief, nee, hoor. Dat is niet lief van dat jou. Dat mag je niet zeggen tegen mijn mama. Nee, dat vind ik nou ook. Je hebt gewoon een mooie huid. Ik dacht, nou, voor een halve... Daar kwam ik wel mee weg, maar een hele... Een hele. Nou ja, wat een klootzak. Ja. Nou, hij wilde gewoon poen. Misschien is dat het. Ja, misschien had hij niet het beste met je voor. Want ik vind helemaal niet dat jij een facelift nodig hebt. Nou ja, ik kwam voor mijn vriendin, maar ik liep echt een beetje zaad de deur uit. Ja. Dat is ook niet zijn. En zijn ouders hadden een halve. En jij bent iemand die dat echt gaat raken, ja, in jouw hoofd. Ja, man, dat krijg ik niet uit mijn systeem. Dat vond ik echt... En dan denk jij nog steeds op de dag van vandaag. Ja. Ik moet een facelift. Ja. Omdat ik dat mooier vind dan... Dan zeg maar dat inspuiten en zo. Dat, ja, dat vind ik dat. Nee, maar mam, je hebt dat helemaal niet nodig. Het is toch wel mooi als je gewoon een beetje natuurlijk oud wordt. Ja. Maar je kan een beetje opliften. Wat... Maar ik vind echt, mam, jij bent nog niet op dat moment. Nee, dat vind ik nou lief van ja, jou. Ja, nee, dat is ook echt oprecht. Want je weet hoe eerlijk ik ben. Ja. Ik vind niet dat je het nog niet nodig hebt. Nou, en je weet ook hoe bang ik ben. Ja, je bent om alles bang. God. Ook met narcose. Nou, zeg, ja, weet dat vind je ik nog? Ik heb één keer gewoon een slechte ervaring gehad. God. Ja. Nou. Nou, jij hebt mij gillend gek gemaakt. Ik wil niet onder narcose. Maar ik wil ook niet half onder narcose. Ik wil ik het niet. Ik vind dat eng. Nee, ik wil gewoon niet oud gaan in een operatiekamer. Oh, heerlijk. Dus mij moet liever je zo echt oud maken in de wachtkamer. Nee, jawel. Heerlijk in dat de operatiekamer. Ook, dat hebben ze ook een keer moeten doen. Nee. Ik vertikte het gewoon om een blauw mutsje. Ik krijg helemaal panic attacks. Heerlijk. Dat moet je gewoon doen als ik al weg ben. Nee. Ja, dat ik dat licht zo op me zag schijnen en dat kapje ging op mijn mond. Mam, dat is het lekkerste gevoel wat er is. Nee, dat vind ik niet. Ik ben gewoon een control freak. Ik wou dat ik het elke dag kon doen. Ja. En ik werd gewoon geïrriteerd dat ze me wakker maakten met een raketje. Dat was ik niet blij mee, hoor. Oh, echt? Ja. Oh, ik word vaak huilend. Jij hebt volgens mij sterren lopen schoppen bij die receptie. Ik wil mijn kind zien! En jij was zo bang dat ik niet wakker of iets van... Ja, maar dat komt gewoon omdat ik gewoon panisch ben. Ja, maar... Ik vind dat gewoon eng. ik vind het gewoon eng. En dan lees ik alles op dat internet. En dan krijg je helemaal paniekaanvallen. Ja. Maar ja, goed, genoeg over operaties en narcoses en dat soort dingen. Maken mensen nog bang. Ja, nee, er is niks aan de hand, jongens. Nee, het is gewoon safe. Safe, ja. Ik vind het in ieder geval eerlijk. Wij gaan door naar een spel. Ja. We gaan een spel spelen, dat heet Dilemma. Dilemma's. Okay. Ja. Dus, vandaag gaan we een paar onmogelijke dilemma's beantwoorden als spelletje. Ik lees straks een dilemma voor en wij moeten kiezen welke van deze twee vreselijke opties we boven de ander verkiezen. Oké. Okay. Ja? Ja. Dus laten we beginnen met de eerste. Je moet elke ochtend een halve liter lauw bier drinken. Ugh. Of je moet elke ochtend tussen 6 en 8 bootcampen. Tussen 6 en 8 bootcampen? Ja, dus eigenlijk gewoon een hele dag. Ja, ik denk van 6 tot 8 uur 's avonds. 6 uur 's ochtends. Oh, maar de hele dag? Of ja, van 2 uur? En 6 en 8, neem ik aan niet dat je 2 uur gaat bootcampen, toch? Of, de kans, is het van 6 tot 8? Nee, ik denk dat ze echt bedoelen een hele dag. Ja, wie heeft daar tijd voor? Je moet kiezen. Of je, stel je voor, nou, dan je drink hebt niks... ik wel lauw bier. Echt? Ja. Ik niet. Ja? Ja, ik heb geen tijd om de hele dag te bootcampen. Een half liter lauw bier drinken. Half liter? Half liter. Ik kan sowieso niet goed op ik bier. Ik vind bier ook zo smerig. Nee, ja, Koud bier is nog, kan nee, nog wel... Nee, lauw bier. Je hebt geen optie. Er is niet een optie. Het is of dat of dit. Nou, als ik de tijd had om te bootcampen, dan had ik dat gedaan. Want krijg je nog een goed figuur. Ja, ook. Ik denk dat ik dat zou doen. Ja, vreselijk. Maar ik denk liever dat dan lauw bier drinken. Ja. Oké, die is wel leuk. Deze is echt leuk. Je moet verplicht een uur lang line dansen voor je mag eten. Of je moet een maand lang verkleed als paard undercover op een manege. Oh, line dansen.
Ja, makkelijk. Ja, dat vind ik leuk. Ja, ik zou ook line dansen. Ja, ik vind dat echt leuk. Je weet, ik hou ook van country muziek. Ja. Tim McGraw, ik doe heerlijk. Wel met je mee. Ja, hoe gaat dat? Ik... Hoe gaat Tim McGraw? Nee, dat ga ik je thuis wel laten zien. Oh, nee. Dat vind ik leuk en ik word er ook vrolijk van. Ik kan toch een beetje neurien. Weet je wat ik ook een keer leuk vind om te doen? Dat doen ze toch altijd bij die bruiloften in Amerika. Dat zie je toch altijd in die films. Ja. Dat ze, weet je, zo naast elkaar hetzelfde dansje doen. Ja. Nou, dat vind ik geweldig. Nou, gaan dat we lekker repeteren. Nee, maar dat doen ze hier niet. Nee. Waar moet je dat nou leren? Dan, ja. Volgens mij word je daarmee mee grootgebracht. Je weet wat ik bedoel, toch? Ja. Nou, dat lijkt mij geweldig. Eigenlijk, als jij ooit gaat trouwen, dan wil ik dat gewoon... Nou, dan ga ik jou een soort, hoe zeg je dat, een choreografie bedenken. Nee, sowieso regel ik alles wel. Nee, maar ik bedoel, dan moet jij ook regelen dat we allemaal die stapjes kennen. Ja, dat kan ik wel. Ja, dat vind ik leuk. Als jij dat ook leuk vindt. Ja, nee, het ligt eraan wat de dansjes zijn. Nou, ja, dat komt me goed. Oké, je moet van al je drollen een foto op je story zetten. Of je mag nooit alleen naar de wc. Godver, wat is dat voor een stelling? Oké, je mag nooit alleen naar de wc. Dat zou ik kiezen. Ja, ik zou dat ook ik niet. Ik vind het toch niet erg om met iemand anders te poepen of whatever. Ja, maakt het ook niet uit. Je plassen ook wild. Ja. En ik hou ook van, je weet, ik ben claustrofobisch met het toilet van jou. Ik plas altijd met de deur open. Dat kan. Ik doe de deur dicht op slot en de kraan aan. Wij zijn zo opposite. Dat heb jij van mij. Nee, want ik kon ook niet poepen zonder de kraan aan. Nee, kraan gewoon zo plassen moet er een kraan aan. Nou. Want ik krijg er anders geen druppel uit. Ook niet als ik alleen ben. Nee, het zonde is, van je water. Ja, ik weet het. Maar ja, ik kan het niet. Nou, kijk, poepen snap ik nog. Nee, dat nee. Oh, ik heb dat altijd, die tik heb ik altijd al gehad. Moet maar kraan kan aan. Jij een openbaar toilet? Nee, kan ik niet. Nee, ik ook dat niet. Kan ik niet. Ik vind dat zo smerig. Maar als ik moet, moet ik. Ja, vreselijk. Nee, ik rij echt naar huis. Ik vind het verschrikkelijk. Nee. Maar mama, als je onderweg bent naar Parijs, waar ga je naar? Waar moet je wel? Nee, vreselijk. Ja. Ja, verschrikkelijk. Vooral, weet je wat het ergste is? Dat je dan zo'n open toilet hebt, weet je wel? En dat je dan echt zo hoeft zoals Schiphol, weet je wel? En dat je een vrouw naast plassen, of ja. Weet je wel? Eigenlijk vind ik dat die dingen dicht moeten. Ja, vind je ook. En die vrouwen, die zat een keer een vrouw naast me, die hoor je zo... Zo. En ik weet nog dat iemand zei, zo, gaat lekker. En ik dacht alleen maar, die arme vrouw. Ja, maar dan durf je toch niet de deur nee, open. Dan mag je gewoon mag echt... Je. Dan mag je, heb ik ook wel eens gedaan. Dat mensen weg zijn. Ja, heb ik ook gedaan. En met ergste is nog als daar nog een schoonmaakster staat... om de hele troep op te ruimen. Ik heb ook wel eens gehad dat ik wel gewoon ergens echt zo nodig naar de toilet moest. En dat is zo stonk. Van ik schrok gewoon van de stank. En ik denk nog dat iemand stond te wachten. Want je hoort iemand wachten. Snap je? Zo die knop omdraaien, whatever. En ik weet nog dat ik echt 10 minuten lang in die badkamer verwachtte dat die naast mij iemand eruit liep, zodat iemand daarin kon. Snap je? Ja. Op een gegeven moment loop ik die deur uit en ik zie letterlijk iemand achter mij langs. Zo van, toen zei ik, iemand heeft zitten poepen, joh. En daar ben ik niet geweest. Vreselijk, niet denken dat ik het ben, hoor. Die arme vrouw zat in die loeft, joh. Oh, wat erg. Maar dat heb ik ook gedaan. Ja, gewoon doen alsof het iemand anders is. Nou, wat ergst is als dat in een vliegtuig gebeurt. Want daar heb je niet 12 toiletten. Oh, dus als je daar uitloopt en er staat de volgende te wachten, dan denk je, shit. Dat is zo erg. En dan hoor je zo... Ja. Oh, wat erg. Ik denk, waar gaat dat naartoe eigenlijk? Ja. Gaat het de lucht in? Volgens mij gaat het eruit. En dan komt de stront op de wereld. Op de wereld? Nee, gewoon, volgens mij gaat het toch naar... Ik vraag me wel eens af hoe dat dan werkt. Dan ze toch eruit. Verzamelen ze dan al die stront. Ook was het TikTok dat iemand gewoon uit dreef was en het een beetje een stront op de... Maar niet van een vogel. Nee, maar als je zeg maar het vliegtuig doortrekt, waar gaat die troep naartoe? Ik zou zeggen googlen. Ja, maar je hoort toch zo... Dat hoor je toch? Dat geluid, dat vind ik zo intens. Ik vind het hartstikke eng. Maar als het dood dat er een soort van luchtdruk uitkomt, wat je helemaal... Nee, weet je wat ik altijd denk als ik die push-button doe? Nou, dan doe ik meteen dit. Ik denk dat ik dan ergens lanceer. Snap wat ik bedoel? Dat je ermee gezogen wordt. Nee, dat heb ik nooit gedacht. Nee, niet in het toilet, maar gewoon dat je zo'n klepje hebt. Dat je dan naar beneden gaat. Of zo, dat zo, die klep dat naar de buitenlucht gaat. Ja. Oh, en ik heb echt wel eens een keer gehad. En toen ik moest plassen zo nodig. En ik moest wel echt een paar puffjes laten. Want die luchtdruk is best wel heftig bij mij. Daar krijg ik maagkrampen van. En elke keer toef, toef, toef. Maar het stinkt niet, want het is lucht. Oh, en op een gegeven moment kwam er zo'n heftige turbulentie.
Dat ik van alle kanten links en rechts werd geschrokken. En ik zit nooit op een openbare toilet. Hè. Ik zit nooit op zo'n bril. Maakt niet uit. Ik zit altijd op mijn hurken. Of ik sta altijd op mijn hurken. Dus ik ging van links en rechts. En dat plas, dat ging overal langs mijn been. Godverdamme. Ja, wat moest ik doen dan? Nou, dat was weet jij nog mee. Een keer dat we een doorstad hebben gemaakt? Mam, klaar. Ik was Oh ja, sorry hoor. Dit moet ook echt even verteld worden. Oh, zij zat twee stoelen voor mij. En ik kijk naar haar, want ik zat aan het gangpad. Ik kijk haar aan. En op een gegeven moment, we gingen landen op Ibiza. We zaten allemaal met bekenden in het toestel. Echt bekenden allemaal, vrienden. En we kregen ineens, we gingen dalen. We waren bijna bij het water. Bij maar, de, ja, we gewoon bij de landingsbaan. Ja. En we gingen ineens... Trekt omhoog, joh. Ik heb haar. Ik heb sowieso vliegangst. Zij was blij dat zij niet naast mij zat. En ik zie haar uit paniek. Helemaal make-up, kwasten, lipliner. En ze keek in dat spiegeltje naar mij. Maar ze durfde de hoofd niet om te draaien. En ik weet nog dat ik naast iemand zat. Oude bekende van ons. Echt een oud koppel. Die zijn jaren samen. Die zijn volgens mij in de 70. Ja, Nicolette en Victor. En Victor, die praat ook zo. En die zat bij de stoel en die sliep gewoon zo. En die deed ook gewoon dat raampje naar beneden. Dat mag niet met dalen. En ik moet kijken. Ik moet echt contact met... Ja, vervelend is dat diegene die bij het raam zit, dat bepaalt. Ik raakte in paniek. Toen zei Nicolette, die zat een boekje te lezen. Die zei, ja, Joël, wat is er? En ik alleen maar, Nicolette, je moet met me praten, want we gaan dood. Joël, er is helemaal niks gehad. En ondertussen stonden we echt zo. En nou stoppen, hè? Het is gewoon gezellig, er is niks aan de hand. En toen zei Victor, ja, Joël, ik zeg maar, Victor, dat ding moet omhoog. Nee, niks aan de hand, houd toch op. Nou, ik heb zo gelachen, ik heb ze helemaal gek gemaakt. Ik zeg, praat over je hond, praat over iets. Nou, die had helemaal geen zin om met mij te praten, omdat ik zo in paniek was. Ja, maar dat, ja, ik vond het, nou, niemand vond het leuk. Ja, en dan ook deze, met dat brilletje zo. Jij vliegt toch al jaren? Hoe vaak heb jij wel niet gevlogen? Dat is toch hartstikke normaal? Ja, maar een doorstart is natuurlijk wel dat je denkt even... En dan zaten mensen in me te panieken, joh. Oh, wat erg. Nee, ja, dus dat was wel grappig. Nou ja, dat was dat. Ja, jij zei nog in het toestel heel hard. Ja, ik ben liever, als we toch doodgaan, dan zit ik er liever nog goed bij of zo. Ja, ik werd, als ik nerveus word, ja. Ik ging me maar gewoon een beetje opmaken. Ja, omdat je toch want ik denk, dan lig ik er mooi bij. Ja, wat moet je doen? Ja, ik weet het niet. Dat is een soort van, als ik dan... Ja. Ik blijf rustig. Nee, ik niet. Ik moet praten. Ik moet iets over iets hebben. Al is het je hond. Nee, ik klap dicht. Ik ben gewoon een soort van... Ja, ik weet... En jij zat nog in een rij met mensen die helemaal begonnen te... Ik zei nog tegen Alice, zal ik jou ook opmaken? Ja. Nou, ja. Genoeg. We maken mensen nog helemaal angst. Nee, oh, wat erg. Ze durven niet meer onder mijn kozen, niet meer te vliegen straks. Nee, dat is allemaal, het is gewoon een keertje gebeurd. Ja, nee, wel echt mooie, mooie herinneringen die ik graag niet meer zou meemaken. Nee, maar het is wel leuk. Hebben we nog een andere stelling? Ja, maar ik denk wel dat het genoeg is. Dus ja. We gaan nu over naar ons favoriete reclame rubriekje. Klein Klo. Vertel. Nou, hier gaan we ook een spelletje mee spelen. Als het goed is, heb ik een stelling klaarstaan. Ja. En dan moet jij antwoorden of het een feit of fabel is. Oké. Okay. Dus even kijken. Jij gebruikt die producten toch ook dagelijks? Ja, mam, hoe vaak hebben we het er wel niet gehad? Ja. Ik gebruik sowieso standaard die vitamin C. Jij hebt mij, in de douche staat mij dat flesje voor je gezicht. Ja, die foam. Die daar maak jij goed gebruik van, ja, hè? Ja, tuurlijk. Ik zie hem steeds zo naar beneden gaan. Ja. Nou ja, jij kidnapt mij in je huis. Dus ja, ik moet ook dan wel van mijn kleding loon blijf je af. Die heb jij gezet. Nee. Oké. Nou, laten we gewoon beginnen met de stelling. Ja. Mam, alle producten van Klee & Klo zijn dermatologisch getest en goedgekeurd. Is dat een feit of is dat een fabel? Ik denk dat dat een feit is. Nou, dat heb je goed geraden. Dat weten wij, want wij houden van Klee & Klo. Ja, maar en sowieso, ik heb een gevoelige huid, dat weet je. Dus ik kan sowieso niet echt alle producten. Ja. En mijn huid reageert gewoon heel goed op Klee & Klo. Ja, omdat het ook dus zo getest is en goedgekeurd is. Dus het is niet voor niks voor iedere huidtype bestemd. Ja. Maar het zijn ook hele fijne producten. Ja, ja man, met Klee & Klo zijn we wel echte fans. Ja, zeker. Ik vind die vitamine C-serum ook zo lekker. Dat is mijn lievelings. Dan voel je zo dat hij even de boel strak trekt. Ja, ja. Nou ja, en met de kerst die er aankomt, dus het is leuk dat we ook anderen hiermee kunnen inspireren. Hè? En gewoon lekker maar is toch ook leuk als kerstcadeautjes? Ja. Ja, nee, zeker. Dus ze hebben ook allemaal leuke, volgens mij, setjes en dat soort dingen. Ja. Je kan het losbestellen.
Ik vind het heerlijk en ik raad het ook echt iedereen aan. En weet je welke ook heel fijn is? Die avocado-masker. Ja, die is zo zacht. Voor de winter al helemaal. Ja. Weet je wat ik eerst doe? Ik doe eerst dat kleimasker. Dat kleimasker, dat roze. Ja. En dan doe ik daarna die avocado. Ja, ja, die is lekker. Die is echt lekker. Dus die combi vind ik heerlijk om te doen 's avonds. Ja. Nou, oké. Okay. Maar zeker een leuk idee om iemand blij te maken voor de kerst. Of jezelf te verwennen. Ja. En ze hebben inderdaad leuke pakketten. En leuke acties vaak. Ja. Nee. Ga vooral inslaan. Zet het onder de kerstboom. Zeker. Ik zou er blij mee zijn. Ja, ik sowieso. Dan weet je wat je voor mij kan... Die scrub is van mij alweer op. Weet je dat? Nou, die van mij, daar ben je ook lekker mee aan begonnen, hè? Maar dan weet je in ieder geval... Dat is een leuke tip ook voor jou. Wat je zeg maar voor mij cadeau kan doen. Ja, oké. Okay. Doe ik wil gewoon die shape die ik dus opmaak. Die make-up remover. Maar, en dan geef jij mij die scrub. Kan je niet een leuk setje voor me verzinnen? Gewoon... Nee. Dan gewoon anti-aging, een beetje voedend. En... Ja, ja, is goed. Oh, nou, daar hou je eraan. Nou, daar hebben we een leuke kortingscode. Ja, altijd fijn, hè, met de kerst. Ja. Dus als je Last Minute alles wil lekker inslaan voor de kerst... dan hebben we 15% kortingscode voor jullie. Dat is lekker. Code ALIN15 op clayandglow.nl. Super fijn. Dat is toch lekker. Nou, best wel een lekkere korting, ja, 15%. Altijd fijn. Ja. Nou mam, we zijn bij mijn rubriekje beland. Heeft het nut of is het kut? Heb je weer wat leuks? Ja, vind ik wel. Want ik hou van gadgets en alles wat nieuw is, innovatief, hoe je het ook wil noemen. En ik vind het altijd fijn om alles gewoon te gebruiken. Om mijn leven makkelijker te maken. Hè? Dus ik heb iets besteld op Ali. Dat heb ik inmiddels binnengekregen. Ik heb een Apple oordopjes dingen. Ik heb een Apple Watch en ik heb een telefoon. En ik vind dat het bloedirritant dat ik drie verschillende draadjes heb nodig heb. Hè, opladers. Dat vind ik altijd zo'n Apple Watch. Maar waarom doen andere... ze dat? Nou, omdat het gewoon verkoop, mam. Het is gewoon verkoop. Whatever. Maakt me niet uit. Maar het is gewoon irritant. Weet ik je, voel nu al dat het nut heeft, want ik heb hetzelfde probleem. Ik weet niet wat jij gaat geen laten Apple zien. Watch, dat niet. Nee, maar ik heb wel alles van Apple. Ik heb dit ding besteld. Het is nog best wel prijzig voor Ali. Maar ja, goed, het was €34, nu is het €21. Ik heb hem ook voor €21 besteld. Het is dus zeg maar zo'n 3-in-1 oplaadsysteem. Dus je kan je Apple Watch erop zetten, je kan je Apple... Je zet het er gewoon op. Je zet het er gewoon op en dan op een of andere manier komt de technologie. Of weet ik maar veel. Maar werkt het echt? Ja, het werkt. Man, mijn telefoon is opgeladen, mijn Apple Watch tegelijk, mijn oordopjes, alles. Weet je wat ik heb? Ik heb nog zo'n Beats koptelefoon. Ja. En dan heb je zo'n oud draadje nog. En die past dan weer niet in mijn nieuwe iPhone. Ik word ook gek van die draadjes. Dus ik weet ook niet hoe je dan dat ding moet opladen. Ja, omdat Apple of Beats heeft... Want het heeft... past niet in mijn computer. Nee, moet ik weer in die, en je weet hoe slecht ik daarin ben. Ja, dus eigenlijk voor jou is dit ook ideaal. Ja, maar dat kan alleen met mijn telefoon en mijn... Ja, en je Apple, en je oordopjes, AirPods. Ja, die ben ik kwijtgeraakt. Ja, dat heb je echt zelf gedaan. Dan moet je meer opletten op die dingen. Ja, ik weet het. Maar ja, oké, dus als je alles zou hebben, nou ja, dan is dit het super fijn. Het is wel prijzig voor Ali, zeg ik je. Dat zeg ik wel. Ja, maar ja, het is als wel, het werkt, dan werkt het. Het is wel een, hoe zeg je dat? Een technisch ding. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat het niet 5 cent nou, kost. Het is wel handig, want je hebt gewoon 3-in-1. Letterlijk. Ja. En ik hoef maar 1 kabeltje erin te doen. Zeg maar aan de onderkant. En het er gewoon op te leggen. Ja, makkelijk. Dus heeft het nut of is het kut? Nou, het heeft nut. En wat geef je voor cijfer? Het is een dure nut. Ja, maar wel leuk. Ook leuk voor kerstcadeau. Als kerstcadeau. Ja. Ik bedoel, ik denk dat iedereen altijd wel een AirPods of Apple heeft. Ik ben wel heeft. Blijer met Clay & Glow dan. Als je het voor mij wilt doen. Nou, is goed. Het is in ieder geval voor de kijkers of voor de luisteraars een dip. Ja. Niet voor jou. Top. Oké? Okay? Niet alles op jezelf betrekken. Ja, heb je zo'n ding? Ja, niet. En vind je het fijn? Ja, ik vind het top. Ja, zie je. Nou, dan weet je ook wat het kost. €20 valt dan nog wel... Ja, het is niet... Nou ja, elke keer €20. Nou, maar kijk, je hebt het wel. Snap je? Zie je? Ik ben niet de enige. Ja. Nou, dankjewel. Ja. Voor de support. Nou man, we gaan naar ons laatste rubriekje. Vertellen aan Estelle en Joelle. Want een volger heeft een moeder-dochterprobleem ingestuurd. Ja, leuk. En we gaan kijken wat er staat. Ja. Hoi, lieve dames. Een anonieme vraag.
ben al langere tijd samen met mijn vriend. Nu kwam ik erachter dat hij wel veel foto's van dames liked. En daar emo's op reageert zoals een vlammetje. Nu heb ik aangegeven dat niet leuk te vinden, omdat het mij onzeker maakt. Hij weet dat ik in mijn twee vorige relaties bedonderd ben. Praten erover is lastig, want hij heeft vaak geen zin, geen tijd of wimpelt het toch een beetje af. We hebben een leeftijdsverschil van 10 jaar. Okay. Hij zegt dat mijn onzekerheid kinderachtig is. Hebben jullie tips hoe ik met hem kan communiceren? Ik vind het erg lastig om bijvoorbeeld mijn moeder of vriendinnen, die hem inmiddels ook wel kennen, hierover te praten. Ik wil niet dat zij een slecht beeld krijgen van hem. Ja. We zijn ook wel op een level van proberen een kindje te krijgen en praten over trouwen. Hoe kan ik mijn relatie gezond houden, maar wel een sterke vrouw zijn? Heb het gevoel dat ik nu af en toe over me heen laat lopen, ook omdat de confrontatie niet aan te gaan. Ja, ik snap wat ze bedoelt. Hij is verder de allerliefste, staat er. Doet alles voor mij, draagt me echt op handen. Ja. En komt verder, en ze komt verder echt niks tekort. Dus het gaat echt puur alleen om de reacties die hij zet onder meisjes, ja. Vrouwen, hun foto's. Ik kan je echt advies geven. Ja, jij spreekt uit ervaring, ja, hè? Ja, ik spreek uit ervaring. Hoe meer jij alles wat je water geeft, voetje. Hoe meer jij daar aandacht aan projecteert en elke keer zegt, je hebt een vlammetje of een hartje of een ander emootje eronder gezet, stop daarmee. Want anders ben jij degene waar hij straks hartjes en vlammetjes onder zet. En dan hoor je gewoon bij die rijf vrouwtjes die hij nu liked. Want who cares? Wat kan het je schelen wie die liked? Ja, ze zegt wel, hij is goed voor haar. Ik bedoel, maar is ook hij niet dan meer 10 jaar ouder of 10 jaar jonger? Dat maakt niet uit. Laten we gewoon verbeelden dat ze wel gewoon wat ouder zijn. Hè? Ze willen kinderen, ze willen trouwen. Ja. Alleen, ik vind het wel goed dat ze het al heeft aangegeven. Van, ik vind het niet leuk. Ja. Ik bedoel, dat moet je wel doen. Je moet niet alles opgaan. Hoe zeg je dat? Ja, maar je kan, als je op alles gaat letten, ja, weet je wel, dat natuurlijk is vervelend. Misschien bedoelt hij daar helemaal niks mee. En het is niet leuk, maar ja, ja, maar ik weet niet hoor. Een vlammetje, ik bedoel, ik vind lijken iets anders dan echt een vlammetje. Ik krijg ook zo vaak vlammetjes. Niemand bedoelt er wat mee. Ja, maar als ik zie ook wel eens een vlammetje. Ja. Nou, meisje, jongen, het maakt niet uit. Ja, maar jij bent vrijgezel, man. Dat maakt niet uit, dan zou ik met iemand zijn. Wat maakt het uit? Ja, oké. Okay. Ja, het ligt er ook misschien aan. Wat voor foto? Ja, kijk, als jij, weet ik veel, meiden met stringetjes. En weet je, dat vind ik nog anders dan als jij ja, een maar leuke... misschien is dat ze wel wat ze bedoelt. Ja, en weet je, dat heeft ze nu aangegeven. Maar ik zou daar lekker... It's a small thing to a giant. Ik zou dat überhaupt gewoon negeren. Want op een gegeven moment is de lol er ook vanaf. En als, ja, want dat zijn mannen, zijn net kleine kinderen. Ja, hoe meer je zegt, je mag niet... Dat ja, doen gaan ze het juist gaan doen. Ze het juist doen. Je moet gewoon, en het wordt misschien eigenlijk wel erger. Eigenlijk moet je bijna aanmoedigen. Ja. Ik zou erachter ook een vlammetje sturen. Hij vlammetje, ik vlammetje. Ik zou twee vlammetjes doen. Ja, en dan had je erachteraan. Ik zou ook nog van die verliefde poppetjes erachteraan doen. Extra gewoon, ja, het is één team. Ja, nee, oké. Okay. Ik begrijp helemaal wat je zegt. Ja. Ja, nee, fair maar enough. Maar dat moet je leren, want dat is op een gegeven moment als iets irriteert, dan gaat het ook groter worden. Ja, en dan wordt het tuurlijk. Helemaal, als iemand niet luistert, dan wordt het nog irritanter. Ja. Maar ik kan je vertellen, het probleem wordt veel groter als je er steeds aandacht aan besteedt. Ja. Hoe moeilijk het ook is, ik zou er gewoon om lachen. En kijk, als je er vertrouwen er is, ja, weet je, wat maakt er die, ja, inderdaad, die emoties eronder of zo uit? Ja. Vind ik ook. En je zegt het zelf, hij is goed voor je. Ik bedoel, dat is ook niet meer gewoonlijk hoor. Dat een man alles voor je doet en weet ik veel wat. Nee, maar ik bedoel, dat hoor je ook niet zo vaak. Dus echt, hou hem vast. Ja. En gewoon, ja, inderdaad. Ik zou negeren en gewoon lekker genieten van elkaar. En who cares welk vlammetje er... Ik zou zorgen dat jouw vlammetje met hem het grootste het vlammetje grootste is. Het grootste vlammetje is, toch? Inderdaad. Nou, denk daar vooral aan. Ik vind dat we hem mooi hebben afgerond. Ja, dat heb jij heel goed dat gedaan. Dat heb ik heel goed gezien, hè? Jij verdient een stikker. Ja. Jij verdient echt een stikker. Ik ben ja. Ja, ja, jij mag een kusje. Kom maar hier. Dat heb jij goed gedaan. Dank je wel. Heel trots op jou. Iedereen bedankt voor het kijken, luisteren. En heb je leuke vragen, laat het ons dan weten. En dan kunnen we het hier bespreken. Ja, en volg ons op TikTok, Instagram. We abonneer. Moeten weer een leuke TikTok maken. Ja, heel ik ben leuk. Gek op TikTok. Love TikTok. Ja. En geef ons sterren. Ja. Tot de volgende keer. Bye.